best, but expecting the worst. I ain't gonna drop one line. Let us die young, but let us live forever. Lights. We don't have the power, but we never say never. Life is but a short trip. Life is but a short trip. The music's for the sad. Making his way next to the glory ring, please welcome Mark DeBont. Mark DeBont. From a young age, he always said he wanted to be a professional kickboxer, so he knew early on what his life's mission was. He is Belgian and grew up with Van Damme movies and also watched legends like Peter Arns, Merkel Krokop in the Japanese tournaments. He is a full-time university student studying physical fitness and education, and he trains around his studies and finds exams harder than fighting. It's simply the best. Je bent er op hele jonge leeftijd aan begonnen. Ja. Ik heb gelezen, het was een verhaal van vader op zoon. Ja, dat is een beetje uit context getrokken, maar mijn vader die heeft een zelfstandige en daar werkte een kickboxleraar, een goede vriend is van mijn vader. Mijn vader ging daar trainen en die heeft mij uiteindelijk meegenomen en ja, ik vond het veel leuker dan voetbal, dus ik ben blijven plakken. Ja, dat was er voor jou niet bij voetbal en koers. Nee. Je bent er al aan begonnen op je 6 jaar of zoiets? Ja, 6 jaar draaide ik mijn eerste wedstrijd. Ik ben iets vroeger begonnen met de training. Was jij de schrik van de lagere school? Nee, helemaal niet. Ah. Ik ben altijd een heel braaf kindje geweest. Toch wel? Ja, ik ben niet het stereotype. Ja, want ik kan me best inbeelden met alles wat je kan en de dingen die je zou kunnen, dat je misschien sommige mensen angst inboezemt. Nee, helemaal niet. Ik denk, er zijn heel veel gefrustreerde jongeren die aan thaiboxen beginnen, maar ze zijn meestal minder gefrustreerd wanneer ze buiten de training gaan dan wanneer ze binnenkomen. Dus ik vind het wel iets positiefs om je frustraties in kwaad te geraken. Ja. Maar buiten wedstrijden, ik heb nog nooit een straatgevecht meegemaakt. Dus. Fantastisch. Ja. Houden we zo.